En dan natuurlijk, je zit in een klein kasteeltje. En dan zijn al die medische proeven. En uiteraard, medische proef. Komt iemand buiten en, hoe is het geweest? Ja, denk wel dat het goed is. Dan iemand anders. Ja, het was niet gemakkelijk. En ja, ik weet het niet. En zonder dat je beseft, bekruipt u zo'n gevoel van, tja, ik zou hier kunnen afgekeurd worden. Ik kan iets niet, ik ga geen soldaat mogen worden. En het feit dat je eerst dus een beetje, en misschien een beetje veel, tegen uw goesting bij het leger ging, dat wordt volledig afgezwakt en omgekeerd in een soort van schrik. Ik ga afgekeurd worden. En dat afkeuren, en dat doet daar dan onmiddellijk de ronde. Dan gaat gij bij de zwarte plastrons. En dat was dan, zei men daar, en dat was dan in Antwerpen, de psychologische of de psychische afdeling. De andere tests, dat is dan, ja, dat is dan psychologisch, om te zien hoe dat het in uw bovenkamer in elkaar zit. Later pas besef je hoe dat allemaal is opgebouwd. En ze hadden daar bijvoorbeeld een morsetest. Voor de jongens die bij de scouts waren geweest, was dat misschien een beetje makkelijker met al die biep, 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 biep. Maar later heb ik daarover eens gelezen dat dat helemaal niks met morsen te maken had, maar dat dat gewoon eigenlijk een test was op kadaverdiscipline. Van hoe lang probeert iemand een bevel uitvoeren, dat hij moet uitvoeren, hoe lang houdt hij dat vol? En ook al zit hij er totaal naast, als hij het nog altijd antwoorden ziet te noteren, dan je zegt, ah, die man kunnen we in de vuurlijn sturen, want hij blijft functioneren. Hij volgt de bevelen op. Dat is iets dat ik pas later vernomen heb. Voor de rest waren daar testen zo van kamwieltjes draaien links, kamwieltjes draaien rechts. In het begin is dat zeer, zeer bevattelijk, maar ik kan u verzekeren, dat wordt snel behoorlijk moeilijk. Dus dat was even piekeren.